Heb je ooit een dier vermoord waarvan je houdt? Een lievertje. Deze drie vleeseters staan voor die uitdaging. Door een koe te adopteren. Er is één naam. Er is één koeiennaam. Ze van buiten. Kijk nou! En binnen te leren kennen. Bijna tot elleboog erin, toch? Brengen ze haarzelf naar de slacht. Zie ik jou bij de kapsalon zat. Maar de grote vraag blijft, eten ze hun vriendin op? Vlees smakelijk! Na een eerste dag vol emoties is ons drietal blijven slapen op de boerderij. Ben je nou door het bed gezakt? Ben ik te kitsch. En met een beetje slaapgebrek ging de wekker al vroeg. Het is namelijk tijd voor de allereerste werkdag op de boerderij. Bouw is dan opgestart. Goed zo. Wat gaan we doen? De kalfjes van boer Albert worden na geboorte een paar maanden op stal gehouden om ze zo te beschermen tegen allerlei ziektes. Nu ze oud genoeg zijn, mogen ze vandaag voor het eerst naar buiten. En daar zit een kalfje van hun koe Bertha tussen. Is het een jongen of een meisje? Allemaal meisjes. Oh mijn god, dit is echt de domste vraag ooit. Waarom? Dit zijn allemaal meisjes. Hoe bedoel je, zitten er jongens tussen? Nee, stieren zijn jongens. Hoe bedoel je, stier is toch een ander ras dan een koe? Hier gaan we even ingrijpen. Wacht even. Elk kalfje wat ik krijg, zijn het allemaal koeien? Ja. Ja. Nice. Dus jij denkt dat er hier ook mannetjes tussen zitten? Ja. Met uiers. Weet ik veel. Ja, dat hoort toch wel een koe. Mannen hebben één uier. Ah, nee, okay, we gaan je niet uit. We gaan je niet uit. Koeien? Dat is vrouwelijke, de vrouwelijke naam voor een vrouwelijke koe, het algemeen. En een stier is echt het mannelijke. Dus een stier is de man en een koe is vrouw. Vrouwelijk. Nou, maar daar kwam je er goed voor, om het te leren. Terug naar het klusje. De kalfjes kunnen niet allemaal in één keer mee, dus worden ze per vijf vervoerd. Maar we gaan even proberen, als je even met me meeloopt. Kijk, ik ben haar ook. Niks aan de hand. Lekker aan. Is op je thee gaan staan. Geamputeerd? De schrik was groter, jongen. Kom. Ja. Hop, jij erin. Hoppa. Hup. Erin. Nou, daar zitten we wel vol. Nou, voor de full experience passen daar nog wel twee boeren bij, hoor. Vasthouden. Oké, ik hou hem vast. Oh mijn god. Ik word geplet. Oké, niks aan de hand. Oké, het gaat helemaal goed. Deze koeien maken vandaag voor het eerst kennis met gras. Het loslaten moet rustig gebeuren, zodat er geen paniek in de groep ontstaat. Ons drietal heeft daarbij één belangrijke taak. Oké, maar we moeten dus ervoor zorgen dat ze niet ontsnappen, hè? 1, 2, 3, team boer. En ze worden daarbij geholpen door een klein stukje schrikdraad. Kelly, mag je Instagram-account als je het doodgaat? Oké. Oh. Oh, ik ging zo. Hij doet het! We doen eerst twee naar buiten en dan gaan we even kijken hoe het gaat. Ho. Zo. Kijk nou! Ik ben bang dat hij mijn kant op komt. Die grijze is heel bang. Oh jee, die is ontsnapt. Oh nee! Even rustig. Oh mijn god, hij is even rustig blijven. Niet schreeuwen. Wat moeten we? Nee, rustig. Zal ik deze even dicht doen? Laat die maar even dicht. Omdat de dieren nog niet weten waar de grenzen van hun leefgebied lopen, willen ze nog wel eens door het schrikdraad breken. Ah, Albert. Het is ook allemaal nieuw, hè? Het is allemaal nieuw. Ik blijf bij jou nou. Kom maar. Gaan we samen erin. Kom maar. Nu de rust weer terug is, kunnen ook de overige koeien één voor één losgelaten worden. Ja. Yeah. Eentje, nu kan het nog. Yeah. Ja, laat maar gaan. Rustig. Kom maar. Doe maar lekker rustig. Die schrik zich dadelijk het Lazarus. Oh. Hier is een grens. Ik ben nog nooit zo rustig geweest. Je hebt je purpose echt gevonden. Bizar. Ja. Dat vind ik echt te gek. Dus ik weet niet wie. Ik blijf gewoon hier. Dat komt goed uit. Perry moet namelijk achterblijven op de boerderij. En Kelly en Divayo gaan langs bij een andere boerderij. Waar alleen vleeskoeien zijn. En een van die koeien is tochtig. Oftewel, vruchtbaar. Aangenaam is eerst. Oh, meneer de boer. Hallo. Aangenaam, Divayo. Aangenaam. Kelly. Jullie komen mij helpen een nieuwe koe maken. Huh? Een koe maken? Ja. Oh, ik ga mijn hand in de kont moeten steken, ja! Nee! Yes! No! Yes! Yes! No! Yes, maatje! Nee! Nee! Ja, ja, hè? Ja, nee! Ik hoop dat je ze gewassen hebt. Oh, wat erg! Oh, dat is oh nee, wacht even, dit vind ik wel zielig. Nee. Als je het allemaal doet zoals het hoort, heel netjes en rustig, dan is er niks aan de hand. Oké, maar laten we onze hand ergens in stoppen. Oh, mijn god. We moeten eerst even wat gaan uitzoeken voor erin te stoppen, sperma. Oh, moet ook nog sperma? Ja, moet ook nog even sperma uitzoeken. Oh, wat ik vind het geweldig, ik hou van NPO's los. Dan gaan we even sperma shoppen. We gaan sperma shoppen. Nee, maar dat doe ik niet vaak, hè. Dus...
hier hebben we dus de donoren. Dus dit zijn de stieren? Dit zijn de stieren en daar kun je dus allemaal sperma van kopen. Maar leef je uit? Zo goed komt. Waarom die reet de hele dag erop? Dat is een van de belangrijkste zaken, zeg maar, waar het om draait, is ja, je wil vlees hebben. Ja. Dus je moet gespierde dieren hebben om vlees te kunnen produceren. Nou ja, veel spieren betekent dat die dieren, koeien en stieren, automatisch ook een dikke reet krijgen. Maar wacht, heeft u die sperma liggen of moet ik het aftrekken? Nee, ik heb van sommige van deze stieren en van andere stieren heb ik gewoon sperma in voorraad zitten. Maar hij wil graag optrekken, dus heb je dat gewoon. Ja, dan ben je hier op het verkeerde adres. Oh, jammer joh. Jammer. Want waarom seksen niet op de natuurlijke manier? Waarom moet het per se via... Nou ja, kijk, op de natuurlijke manier gebeurt het ook wel. Mm-hmm. Maar ja, het is toch levende haven en dat gaat niet altijd heel erg rustig aan toe. Dus nee. Dat gaat ook wel eens een keer fout. Dat of de stier een poot breekt met dekken of achterover valt met dekken. Of die koe. En om dat te voorkomen, mogen Kelly en Divayo het zelf doen. Oeh, dit is een hele mooie bruine koe. Red Lions. Heb je deze? Die heb ik. Ja? Red Lions? Ja, dat past ook wel. Ja? Ja. Oké, we hebben een deal. Top maar niks. Laten we voor de bruine gaan, hè. Dan gaan we aan de bak. Trouwens. Ja. Hoe weet je nou zeker of we het goed doen? Je moet ons wel echt heel goed instrueren. Nou ja, kijk, als je het goed doet, wordt hij gewoon drachtig. Oké. Okay. Als het fout gaat, kan die koe gaan bloeden, of in ieder geval dat hij niet drachtig wordt. Nou, dan heb je het rietje heb je verspeeld. Je koe is niet drachtig, dus die wordt pas 3 weken later weer drachtig. Dus die kalft ook 3 weken later. Ik voel een druk. Ja, en omdat we met levende dieren werken, mogen ze eerst oefenen op dode dieren. Oh my god, wat is dit? Oh my god! Oh, wow, wow, wow. Nee! Wat? Wat? Het is 1, het is 9. Oh, is dat een lul? Het beweegt niet hoor. Het is een kut. Oh, we gaan eerst oefenen. Precies. Straks zie je hoe Kelly en Divayo het insemineren oefenen op een paar dode baarmoeders. Oh, het spijt me, het spijt me. Het spijt me. Op de boerderij van Albert is het tijd om te melken. Normaal gesproken is dat lopende bandwerk aan de machine. Maar om het wat persoonlijker te maken, mag Perry Bertha vandaag melken in de buitenlucht. Ja, nu gaat ze naar buiten. We gaan Bertha gewoon even laten lopen. Kan ze even rennen. Alleen nu is de grootste uitdaging. Om haar weer terug te krijgen. Ja, op de plek waar wij willen. Nou, wacht even. Dit gaat nog relaxed. Dit was dus niet de bedoeling. Is dit hekje dicht gewoon? Super. Dan houdt het iets beter onder controle. Maar ze is nu redelijk rustig. Komt dat door jou? Nou, ook dat we rustig blijven natuurlijk. Ik probeer haar gerust te stellen, gewoon tegen haar aangestaan. Ze voelt mij nou ook. Ja. Want ik vind de koe wel fijn eigenlijk. Maar als ik zeg, nou, ik vertrouw jou. Ja. Vertrouw je mij ook? Ja, koeien zijn echte knuffelkoeien als het er baan komt. Als we het elke dag zouden doen, dan zou je ermee in een slaapkamer naast je neer kunnen zitten. Zit geen kwaad in. Nee, helemaal niet. Wat vinden we voor gevaar zijn we voor elkaar? Niks. Ja, wij voor hun. Ja. Ho, 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 ho. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Hey. Oh, rustig. Heb je ooit eens gemolken? Nee. Nee, ik heb nog nooit een spitsen gevoel. Ja, dus die moet een soort peristaltische beweging maken. Ja. Dus knijpend van juist. Zo. Dat gaat hier. Ja, eerst een beetje gewoon kneden voordat je echt begint direct de melk. Kom, voel je dat dan ook? Ja. Dat die melk erin komt? Ja, dat voel je vanzelf al. Hé! Hey. Kijk, hey, daar heb je de eerste druppel. Nee joh. Jongens. Hey. Op de boerderij van Marnix staat de cursus insemineren kan je leren op het punt van beginnen. Wat je moet doen eigenlijk, je legt je hand erop. Hè, dan pak je deze maar weer deze. Ja. Kenny, kom. Ben geen kut gewend, kom even aan. Maar je moet... Ah, hij plakt. Maar je moet niet kijken, je moet voelen. Dus nee, ik kan het niet. Of kijk naar de grond. Kenny! Ik kan het niet. Dus je legt je hand erop, je gaat een beetje druk uitoefenen met je vingertoppen. Uh-huh. En je voelt een stukje bindweefsel. Waarom heb je zoveel moeite mee? Ik weet het niet. Dat is een pussy, man. Kom op, Kenny. Leg je hand erop. Het spijt me zo erg. Wacht even. En hoe kan ik er doorheen? Of... Dat is de volgende oefening die ik eigenlijk dus wil doen met jullie. Dat je de pistat erbij pakt, je legt met je hand al op de baarmoeder. Mm-hmm. In de koe, in een levende koe, moet je als eerste de vulva inglijden. En als je niet kijkt, maar voelt, subtiel blijven. En met je... Ik ben er doorheen. Ik zou best kunnen. Met je linkerhand voel je en stuur je. Ik ga hem even bij jou controleren. Ja, zit er al door. Klopt. Hé, hey, waar is het? Goed, die reuring. Wat even. Kijk, hij is om te kijken.
Ik ben de kutjesfluisteraar, vriend. Kijk maar. Kijk maar, kijk maar. Kijk maar, kijk maar. Is het goed, hè? Ja, dat gewoon niet. Ja, kutjesfluisteraar, vriend. Dat is goed. Probeer het nog één keer. Nee, ik kan niet, kom. Je moet niet kijken, hand erop leggen. En je kijkt maar even naar... begrijpen wat je voelt, dat is stap één. Okay. Gewoon knijpen, knijpen. Hard, gewoon hard. Oh, ja, ik voel het. Ik voel het. Oh nee, ik kan het niet. Dat komt omdat je te veel afgeleid bent. Nee, het spijt me, jongens. Nee, snap ik. Oh mijn god. Wat vind je van? Ben je zenuwachtig, Kenny? Ik ga het niet doen, hè, want ik weet dat je het graag wil. En het is niet de natuur. En ik ben gewoon een voorstander van de natuur. Het gaat me aan mijn hart, als het ware. Snap je wat ik bedoel? Dus er geen één koe wil daar staan met een fucking speer in. Hoe weet je dat nou? Misschien wordt hij daar wel geil van. Ja, ik ga het laat helemaal over aan jou. Straks zie je hoe die Vajo de handen uit de mouwen steekt. Ik ben er echt bijna. Oké. Maar eerst terug naar Perry. Kijk, dit is het. Er zit nog wel een beetje viezigheid aan. Ja, vist hij er een beetje uit. Maar dat is biologisch. Ja. Het is warm, zeg maar. Ja. Lichaamstemperatuur. Lichaamstemperatuur. Mag ik die krijgen van drinken? Daar gaan we zijn. Hè? Als je een beetje goed gaat proeven, dan ga je al richting verse kazen. Er zit iets van zuur in. Mm-hmm. Het is ook warm, dus die temperatuur maakt ook dat hij meer smaak heeft. Ja, ja, ja. Zeg maar, je proeft structuur? Maar... Wat vind je van de structuur? Ja, dat is gewoon, er zit echt vet in. Dus die heeft echt een goede karnemelk vettigheid of zo. Echt, echt tof. Ik ga het gewoon opdrinken. Ik ga het ook wel weer met rust laten, maar ik heb dit nog nooit geproefd. Zo, dus kick. Ja, puurder dan dit kun je niet krijgen. Ik ga weer melk drinken, jongens. Want Bertha, onze Bertha, is dat een melkkoe of een vleeskoe? Dit is een dubbeldoelkoe. Ja. Dat is dus melk en vlees. Ze houdt eigenlijk behouden voor de melk. Maar aan het einde van de rit is het ook altijd gewoon een volwaardige vleeskoe. Waarbij Albert de koe dus ook geld opbrengt voor de slacht, is het bij Marnix enkel te doen om het vlees. En daar geldt, hoe langer koeien in het bedrijf zijn, hoe meer hij kwijt is aan onderhoud. En dat heeft uiteindelijk gevolgen voor de koe. Is dit hem? Ja, haar, hè? Oh, haar, ja. Hallo, lieverd. Gaan we jou zo lekker even insemineren? En hoe vaak is Floortje al zwanger geweest? Nog geen één keer. Ik hoop dat ze nu drachtig wordt, inderdaad. Want ze is al een paar keer geïnsemineerd. Ja. Maar toch op de een of andere manier wil het niet lukken. En hoe oud is ze? 3. Oké, dus nu moet het lukken. Jij gaat het doen, hè? Ja, wat gebeurt dan als ze deze keer ook niet zwanger wordt? Dan gaat ze uiteindelijk naar de slager toe. Dus ik heb gewoon een leven in mijn handen. Ik heb een leven in de handen, vriend. Oké, maar we doen het met gevoel, we gaan het... We? Jij. Ik? Nee, maar ik speel ook een grote rol erin, hè? Want ik moet jou sturen, ik moet jou motiveren. Ja, zijn we er klaar voor? We zijn er klaar voor. Nou, loop maar naar voren toe dan. Oh my god. Naar voren? Ja, daar staat de spermavoorraad. Kom maar even met je thermofles. Oh, dit ziet er echt zo vet uit. Iets ziet dichterbij, Kel. Ik kan het. Kom maar niks! Ja. Waarom moet het eigenlijk in deze fles? Ja, hier doe je het sperma in ontdooien. Hij is nu bevroren. Waar is die sperma dan? Ja, die zit in dat dingetje, dus je moet hem zo meteen leeg gooien. Oh my god, dit is jouw taak, schat. Die moet je een beetje opwarmen. Hoe wil je opwarmen? Even met je... Ja, die is nu koud. Nee, met name dit gedeelte moet je een beetje opwarmen dat het ongeveer je lichaamstemperatuur is. Want het sperma in het rietje moet dus niet te veel qua temperatuur... Schommelen van warm naar koud, van warm naar koud, van warm naar koud. Oh yeah. En? Ja, hij is wel warm. Hij is warm. Ja? Ja. Dan trek je eventjes de pipettenstukje in. Moet je hem wel even stil houden. Ja. Nu maak ik hem open. Ik spuit zo in mijn gezicht, man. Ik heb gewoon sperma in mijn hand. Moet je mijn gezicht doen? Nee. Zien? Ja, het komt er al uit. Nou, dan moet je hem op lichaamstemperatuur. Oh, die sperma zit nu tegen je aan. Ik zweer, er komt een beetje uit. Ga je de thermosfles vast blijven houden? Nee, wat is sperma in je nek? Dit is het glijmiddel. Ja. Ja, maar ik ben echt bang omdat hij trapt, man. Daar ben ik wel echt serieus. Ik zorg ervoor. Ik ga ervoor staan, ja? Je kan het. Ga staan. Ik durf dit niet. Ga staan. Op mijn maag durf het niet. Op mijn maag durf het niet. Je kan het. Ja, jij staat voor mij, vriend. Hoeveel? Lekker veel. Spuit die halve vlees maar leeg. Dan moet je in het bovenste gat zitten. Ja. Oké, en dan wat? Oh, ja. Heel zachtjes zo je hand pakken. En zachtjes. Rustig. Je kan het, schat. Je kan het. Kom op. Oh ja, poep. Nou, dat is alleen maar makkelijker, want dan is hij al ontspannen. Nou. Okay. Kom. Kelly. Oké, wat even ontspannen. We kunnen dit.
Kom op, je kan het. Kom op. Moet ik drukken? Mag ik drukken? Zachtjes doordrukken. Dat is echt het raarste. Ja, ik ben er echt bijna. Oké. Ik ben erin. Je zit met je hand boven de baarmoeder. Bijna tot de elleboog erin, toch? Mensen, ik voel hem echt niet, man. Ik zit er echt diep in. En voel je aan de onderkant voel je ook gewoon bot. Ja. En daar over het bot heen ligt die baarmoeder. Mm-hmm. En die kun je dan zo heel voorzichtig opscheppen. Nee, man, mensen. Ik kan niet vinden, man. Nee? Wollen. Ik ben normaal echt beter met kut, maar dit... Nee, maar dit is kont. Oh ja, dit is niet mee. Mensen, ik ben eruit. Ja? Ik kan het niet. Oké. Ja? Ik kan het niet, man. Let er maar even op hoe de baas het doet. Hij zit er wel op. Ja? Lekker maar niks. Ja, nu gaat hij erin, jongens. Is het gelukt? Ja, zo snel. Oh, wat goed. Ik ben echt teamboy van dit, man. Oh, nee! Oké. Oh my god. Oh, jullie zijn echt een bazen. En nu is het afwachten of Floor zwanger wordt. Ja, ik was net in jou. En anders wordt het over een paar weken biefstuk. Hm? Zie ik jou bij de kapsalonzaak? Ja, nee, daar ga ik niet over nadenken. Volgende week kruipen Divayo en Perry in de huid van tegenstanders van de vlees- en melkindustrie. Vlees is moord! Vlees is moord! Vlees is moord! Vlees is moord! En komt de slacht van Kuberta steeds dichterbij. Ik wil niet dat Bertha doet. Nu al kijken? Ga naar npo3.nl. Hoi, ook haat YouTube. Hoi, joh.